Trainer, wat overheerste vorige week? De boosheid of de teleurstelling? Combinatie van beide. Uiteindelijk ben ik gewoon teleurgesteld in hoe we met name die tweede helft hebben volbracht als team. Ja, en uiteindelijk maak je dat ook wel een beetje boos. Alleen boosheid en teleurstelling moet je weer omzetten in dat je met elkaar aan de slag gaat. En dat je zorgt dat je weer verder komt dan waar je gebleven bent. En dat hebben we gedaan. En de zon schijnt, dus we moeten weer verder. Hè? Dirk, hoe ben je met de teleurstelling van vorige week omgegaan? Aan het begin natuurlijk gewoon balen en daarna op zo snel mogelijk naar de volgende wedstrijd. En gewoon behandelen wat er mis ging en kijken hoe we daar meer in kunnen leveren. Want als ik deze training bekijk, dan wordt echt gewoon fanatiek en agressief getraind, toch? Ja, nee, maar dat was ook al in de week voorafgaand Excelsior. En die jongens werken hartstikke hard. En natuurlijk, er zijn ook dingen die minder gaan. Er zijn ook wel eens dagen dat het minder gaan, maar dat zal iedereen wel herkennen. Ik heb mensen horen zeggen dat jij het enige zekerheidje bent voor morgenavond. Ik weet niet, het is leuk als ze dat zeggen, maar dat weet ik niet. Dat moet je echt aan de trainer vragen. Nou, is Jong AZ wel een elftal wat zich leent voor het maken van doelpunten. Ga je dingen aanpassen? Misschien dat er één of twee veranderingen zijn. Hè. We hebben natuurlijk ook te maken misschien met een blessuretje links of rechts. En we kijken ook nog wel eventjes hoe iedereen daaruit komt. Het gaat geen grote wisselshow worden, omdat ik vind dat je moet ook altijd kans krijgen op herstel na een slechte wedstrijd. Je moet met elkaar het kunnen rechtzetten. En daar heb ik vertrouwen in. En we kijken natuurlijk ook naar AZ. Hè. Die kunnen goed voetballen, maar laten ook veel ruimte na op het moment dat ze aan de bal zijn. Dus daar liggen ook kansen voor ons. Jong AZ, ja. Die wedstrijd is na 6 uur gezet, heb ik gehoord, omdat de jongens op tijd in bed moeten liggen. Ook fijn voor mij, denk ik. Ze zijn net zo oud als jij, toch? Nou, nee, handig. Kan ik ook op tijd naar bed, denk ik. Wat